De eisen die aan leerlingen gesteld worden, veranderen. Dit betekent ook iets voor de rol van de leerkracht. Denk eens terug aan toen je begon aan het vak van leerkracht. Welke juf of meester wilde je zijn? En welke betekenissen wilde je meegeven in het leven van je leerlingen? Hoe weet je welke impact jouw lessen hebben gehad op de leerlingen en dat ze geleerd hebben? Door als professionals goed na te denken over inhouden, werkvormen en betekenissen, kun je de overladenheid van het curriculum beperken.